Suriname is al lang begonnen met het aanpakken van het inclusiviteitsprobleem op de werkvloer. Echter is er nog veel werk aan de winkel. Dit kwam vandaag naar voren tijdens het eerste inclusiviteitsontbijt dat georganiseerd is door Be More Consultancy International NV in samenwerking met de Nederlandse Inclusiviteitsmonitor NIM. Inclusiviteit is een toestand waarbij er geen sprake is van uitsluiting. Stephen McAndrew, gewezen directeur van de vereniging Surinaams Bedrijfsleven, zegt dat de overheid als grootste werkgever nog veel te doen heeft als het gaat om inclusiviteit. De grootste werkgever in ons land is de overheid. En op het gebied van inclusiviteit denk ik dat er toch wel nog een hoop te doen is bij de overheid. De heer Boudjawan gaf het voorbeeld aan van wat hij heeft meegemaakt. Dat mensen in dienst worden genomen die op elkaar lijken. Maar als je naar bepaalde ministeries kijkt, dan weet je precies wie daar minister is. En dat kan niet anno 2022 in Suriname. Het thema van het eerste inclusiviteitsontbijt was inclusiviteit op de arbeidsmarkt. Carla Bakboord zegt dat het probleem van inclusiviteit op de werkvloer vaak te maken heeft met de dominantie van specifieke normen. Ze geeft aan dat zaken zoals etniciteit, gezondheidsstatus, beperkingen en seksualiteit ervoor kunnen zorgen dat mensen uitgesloten worden. Als we kijken naar people living with HIV, naar die groep, dan ziet u dat uit dat onderzoek blijkt dat heel veel ontslagen worden op het moment dat hun HIV-status bekend is. Dus het onthullen van die HIV-status op de werkvloer is een obstakel. Ik heb dit toch maar voor u gelaten, het niets te maken heeft met arbeid, maar ze komen niet in aanmerking voor een woning. Want je gaat toch dood. Dat zegt men. We gaan je geen woning, dat zegt men bij sociale zaken, volkshuisvesting. U gaat toch dood. Kijken we naar de transgenders. Die worden afgewezen bij banen als ze gaan solliciteren al. Dus je komt dan niet eens, je blijft nog eigenlijk voor de deur staan, je komt niet eens binnen. Ik heb het ook voor u gelaten, geen toegang tot een huurhuis. Maar ook dameskleding was niet toegestaan vanwege het biologisch mannelijk geslacht. Denk aan genderexpressie wat ik u net zei. Tijdens het inclusiviteitsontbijt kwam naar voren dat er trainingen verzorgd moeten worden, zodat er geen sprake is van discriminatie als het gaat om inclusiviteit op de werkvloer.